Als ik klaar ben met brieden en zo, ja. Dan als we een keertje weer zo streamen doen, zou ik dan een competitive Groudon gaan streamen? Of nou ja, de Hunt streamen? Als jij dat wil. Dat kan. Hi Saint. Zo grappig. Dan kan je ook een beetje zien van hoe ik te werk ga. Alleen ja, ik zet wel safe state net als Sandring als ik de shiny tegenkom. Wordt er weer vals gespeeld? Ja, maar dat is alleen voor het vangen, hè? Ja, oké. Okay. Je doet al zoveel werk om hem überhaupt te encounteren. Dan mag je best wel safe stage zetten voordat je de ballen gaat gooien. Want je kan ook gewoon masterball doen, maar dat vind ik lame. Dat vind ik echt heel saai. En we hebben geen verlissen natie in onze vriendengroep, dus... Oh, jawel. Nee. Ik wil wel zeggen, wie dan? Nee, joh. Nee. Want sommige dingen accepteer jij wel gewoon. Tuurlijk. Ja, daarbij, iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil. De dragon die attacked my carriage was wearing a collar. Professor Fig. Hij zal er niet zoveel respect voor hebben. Nou, precies. Je snapt het. Hij zat ook volgens mij een paar weken geleden te zeuren over A-Drive. En dat hij het lekker voor hem vindt dat zijn card game niet echt lekker gaat. Want hij heeft toch zo'n card game gemaakt? Heb jij daar wat van gekocht? Nee. Je vond het niks? Of? Ik had wel zoiets van, ja, het is nog niet groot, dus dat is geldverspilling. Dat had ik eigenlijk. Slim. Ja, toch? Ja. Ik gun hem best wel dat het goed loopt, hoor. Maar ja, ik heb er nog niks van gekocht, nee. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. That certainly helps to shed light on what. Oh ja, ik had een box van Pharaoh's Servant geopend, trouwens. Ja. Yeah. De meest waardevolle kaart die ik eruit heb gekregen was Buster Blader. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Ah, die vind ik ook wel heel vet. Ik had Jinzo wel gewild, maar Buster Blader heb ik nog niet eens. En Jinzo heb ik wel al een aantal keer uit een andere set. Oké. I do be loving me some Jinzo. Je kan hem ook Jizno noemen. Ja, maar zo heet hij niet. Nee, klopt. Maar ik vind Jizno wel heel goed klinken. Oh. Oké. Okay. Ja, de enige echte Jizno. Jizno good. Jizno gooding. De elevator is off limits. Ja, niet. Oh, maar daar moet je ook niet naartoe, Ink Pennying. Die kan je overslaan, Ink. Of wil je de experience? Hij hoeft hem niet over te slaan. Als hij experience wilt. Wat is dat experience? Kan je dat eten? Jazeker, Ink. We need to speak with him. So lekker. I have some promising news about the location of our redeemed dragon friend. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Heb je trouwens wel de duping glitch gebruikt voor de shadows die je hebt gevangen, Paddy? Bijna grotendeels wel. Ah, lekker man. Van die pokeballen. Van die pokeballings. Are you alright? Wel echt episch dat dat kan. We're looking for Mr. Ja. Had je trouwens van de vorige stream, had je al de footage in de editor gezet? Alleen gedownload, niet verder. Ah, oké. Hoeveel uur was dat? 4 uurtjes? Nee, het was maar 4 uurtjes, dan hadden we al genoeg bijna. Oh. Nee, volgens mij was het 2,5. 2,5 of 3, zoiets. Oh, shit. Nope, stream. Nee, vorige week. Ja, Archie was home with his father while I was out. Yeah. His satchel's missing. Ja, dat was hopefully he's just gone wandering. Dat weet ik nog, want ik was in de avond echt Paolo moe. I hope he won't hear when Harlow. Het enige wat ik nog kon doen was anime kijken. You know, voor de rest had ik echt heel vervelend. Nee, ja. Hideout in the forests.
Nee, ik ging zo'n worstel anime, of nou ja, het is niet worstel, het is sumo anime, ging kijken. Dan kon ik de sport van sumo worstelen waarderen. Ja, mannen in luiers. Heel ziek. can I get a Nando out of context, please? Please do not worry, Mrs. Bickel. Iedereen heeft zo zijn eigen... fetishes. Ja. Ah, ik vond de anime best wel leuk. Ik zit er nu eentje te kijken die ik weer minder vind, dus ja. Maar ik wil een beetje wat anime's afkijken. Want ik had iets van... Wacht, kan ik even dubbel checken. Eens even kijken, want hoeveel heb ik nog op to watch? What did Officer Singer say about the 537. En daar zitten films tussen. Wow. Afleveringen of verschillende soorten anime? Verschillende soorten anime. Die is nog lekker bezig. Ja, en wat ik tot nu toe heb gekeken, / afgekeken, is 357. Ik weet nog dat er ooit is op Plan to Watch iets van 300 dingen er stonden. Maar ja, er staan ook dingen tussen zoals films. Dus dat is gewoon 40 minuten of anderhalf uur kijken. En dan heb je weer eentje af. Terwijl een show, een anime show, dat is meestal iets van 12 afleveringen van 20 uur, minuten. Ik wil bijna een uur zeggen. 20 uur per aflevering, ja. Juist, dat is een nieuwe soort Game of Thrones, boys. En dan 3 seizoenen. Ja, man. Even kijken, dat is 240 minuten. Deelt over 60. Is 4 uur. Dus, nou, eigenlijk moet ik gewoon al die films gaan kijken. Dan scheelt me alweer heel wat. Maar ik heb ook dingen ertussen zitten, zoals Yu-Gi-Oh! Alleen de eerste of allemaal? Dan zal ik even moeten kijken tot welk seizoen ik had toegevoegd aan The Watch. En ik ga die met die quick duels of speed duels ga ik niet kijken. Nee, ik ook niet. Dus dat zal dan tot aan Pendulum era zijn, toch? Of nee, tot aan de Link era. Maar misschien dat ik die van de Link era nog niet heb toegevoegd aan mijn lijstje. Dus dan gaan we alweer eentje omhoog. Ik vind persoonlijk Arc 4 het leukste. Arc V is met Xyz. Pendulum. Oh, might be. Oh, maar dat is met die verschillende dimensies. Ja. Die is wel vet. Even kijken hoor. En zeker de final battle. Oh, die is goed. Ja, ik heb tot Link era. Maar ja. Als je Arc 4 gaat kijken... Dan ga je snappen waarom ik DDD zo geweldig vind. Nou, het enige wat ik van die arc heb gezien was... de Frightfur duelist. Een match of twee. Ik had... Zark gezien. Is die draak. Oh, dat heb je me afgezien. Nee. Ik heb gewoon... Wat op YouTube, dan heb je van die verschillende dingetjes online staan. Dat heb ik gezien. Die hele coole guy met de plantendek. Ja. Met Starving Venom Fusion Dragon. Voor mij heet die Yui, uit mijn hoofd gezegd. Ja, die vond ik heel vet. Hij is ook cool. En volgens mij, that's it. Ja, en de eerste aflevering heb ik gezien een keertje, ooit. Gewoon omdat ik benieuwd was. Mijn favoriete, maar dat is, weet je waarschijnlijk wel dat Yuya verschillende soorten heeft. Van zichzelf. Ja. Hij was ooit één persoon en toen is hij gesplitst in vieren. Ja. Ja. In een persoon van zichzelf, van de Pendulum area, XYZ area, Fusion area en Synchro area. Ja, klopt. Ik vind zijn persoonlijkheid van de XYZ vind ik het leukste. You must miss him.
Maar die is het toch als eerste gekild of zo? Ja. Helaas wel. Ik had liever gewild dat die van de Synchro-era als eerste dood ging. Ja. Die ziet er echt heel leem uit. Ik vind de Synchro-era ook in die anime heel erg langdradig. Net al. Met de tekst. Ja. Nou ja, als je die Duel Masters online gebeuren doet, dan op een gegeven moment dan leer je wel weer wat nieuwe dingen kennen. In ieder geval de current meta. Want ik weet nu in ieder geval hoe die Labyrinth deck werkt. Dat iedereen op dat fucking spelletje speelt. Echt niet normaal tegen hoeveel van die guys ik heb moeten spelen. Met zo'n... Ja, inderdaad. Zo'n side deck is het ook. Ik vind Cubix veel leuker. Ja, maar die zijn ook gewoon leuk. En het is ook gewoon simpel. Yep. En het werkt. En soms kan je ook gewoon die hele guy counteren. Tenzij die Baron de Fleur op het veld heeft. Ja. Wat? Baron de Fleur? Ja, dat is een of andere synchro monster. Wat iets van 2 counters heeft tegen effecten. Ja, het heeft voor mij een Omni-Negate en een Destroy. Ja. Destroy. Nou, dat is gewoon irritant om omheen te werken. Dit is een 3000 attack level 10 monster, dus. Hè? Ja. Ik heb die kaart trouwens in real life. Ik ook. Nice. Onbekeken, hè? Toen ik hem kocht, kostte die €80. Oh, je hebt hem gekocht? Ja. Ik heb hem gepoeld uit iets. Ik had hem nodig voor mijn DDD. Ja, dat snap ik wel dat je die nodig hebt. En het is ook gewoon een generic, hele goede synchro monster. Ja, maar iedereen gebruikt het ook. Dus ja, dan kan je het beter zelf ook gebruiken, toch? Hij heeft geen specifieke dingetje van het moet een Dark Dragon zijn of zo, weet je wel. Of het moet een Dark Tuner zijn. Nee, het is gewoon een tuner en een monster. Succes. Wauw. Als jouw deck kan synchro summonen, kan jij hem summonen. Heel ziek. Dat is een zieking on the cake. Oh nee, sluk maar. Oh nee, sluk maar. Oké. Even save in de game. En dan gaan we even kijken. En dan moet ik de mooie programma Pikaxe openen. Dan kan ik kijken wat de IV's zijn die in de eieren zitten. Ik ga niet lame zijn en de Pokémon aanpassen dat het shiny is via PKX. Dat vind ik een beetje... Dan ga ik liever manippen. Snap ik. Dat is echt heel saai. Even kijken, wat hebben we? Ik weet niet of ik dat tegen jullie ook had verteld, maar wisten jullie dat ik ook een shiny Deoxys en Mew heb? Nee. Ik heb met het benippen, toen ik Latios had gevangen, heb ik ook Latias gefixt. En toen dacht ik, oh, wat kan ik nog meer met die stats fixen? En toen dacht ik, Deoxys Speed is redelijk goed. En een Timid Nature Mew is ook redelijk goed. Ja, dus ik wil mijn Mew in Emerald ook manippen, maar ik weet niet hoe dat gaat. Je moet hem eerst, zeg maar, ervoor zorgen dat hij niet meer beweegt. Dus je moet tegen hem aanlopen. Dan kan je saven. En dan kan je kijken. Van, je moet sowieso je trainer en die een secret ID weten. Ja, maar die heb ik zo. Ik heb hetzelfde ding als jou. Ja, klopt. En dan is het gewoon in je ding kijken van wat is de eerste volgende shiny. En zo fix je hem. Ik ga gewoon lekker aan het luisteren wat mijn boys zeggen. Dat is ideaal van met z'n drieën om en er is niet altijd over te praten.
Ja, dat is gewoon. Ja, dat ik wil bijvoorbeeld ook die Riolu die ik wil gaan doen. Wil ik ook gaan benippen. Kan hij gewoon een Legend Arceus even rondlopen? Dat je zo'n Riolu. Ja, maar hij wil voor de Ribbon Quest. Ja. Oh, ja. Dan, ja, hoe vroeger je begint, hoe meer ribbons je kan fixen. Ja. Ja, ik weet, volgens mij kan je daar ook gifts Pokémon benippen. En, maar nee, je moet 2 chatbots hebben. Yep. Dus dat is wel iets. Oh, en ik zie trouwens dat die Mew die ik heb eigenlijk niet legal is. Want het evenement van Faraway Island is nooit gereleased in Amerika en Europa. Dus hij kan wel shiny zijn, maar dan moet hij Japans zijn. Moet een Japanse Mew zijn. Dus als ik hem probeer over te treden naar Bank en Home. Dat of het kan niet, of het kan wel en dan word ik op een gegeven moment geband. Oeh, dan moet ik wel oppassen met mijn Mew dan. Ja. Dat is een beetje het kut daaraan. Maar dan kan je toch, als je hem wel wil houden, kan je hem dan niet op een of andere manier wel legal maken in TKX en dan... Ja, dat kan wel. Dat zou wel kunnen. We moeten dan de OT moet je aanpassen. Ik zou best wel een Mew Shiny Hunt willen doen, maar dan moet ik even kijken of ik nog ergens mijn Emerald heb. En als ik die nog heb, of zo'n apparaatje dat ik het ook Faraway Island in het echt kan spelen, zeg maar. Ja, dan moet je zo dat ding wat Paddy en ik hebben. Ja. Lijkt me wel leuk om een legit, of semi-legit Shiny Mew te hunten. Alleen kan je in Emerald gewoon normaal hunten? Ja. Alleen de starters niet. Of... Nou... Het ding is zeg maar meestal, je kan hem niet echt soft resetten. Oh. Tenzij je weet van, oh ik moet zo lang wachten totdat er een shiny is. Oh. Want als je de game opstart, normaal gesproken bij elk andere game, dan begint je game op een andere state, dus een andere frame nummer. Bij Emerald is het zo, je begint altijd bij 0. Er is iets fout gegaan in de codering van die game. En wat ik heb gedaan voor mijn shinies, met uitzondering van Swampert, is dat ik in de Battle Factory mega lang heb gewacht tot ik in de buurt zat van een shiny frame. Toen heb ik een battle video gemaakt van zeg maar die battle. En wat de game doet als je die video gaat bekijken, is dat de game denkt dat jou dat je in plaats van het frame nummer waar je was, zeg maar toen je de game had opgestart, dat je dan bij dat frame bent wanneer je tegen die guy vocht in de Battle Factory. Oh. En dan kan je gewoon die kijken voordat je een shiny probeert te vangen ofzo. Ja, in principe zou jij dat ook gewoon kunnen doen zonder te kijken wanneer je shiny frame er is. Mm-hmm. Want dat is hoe mensen ook voor bijvoorbeeld de Johto starters hunten in Emerald. Maar ja, dan moet je ook mazzel hebben dat daar dan ergens de shiny zit. Ja. Nou, dat is een beetje nog lastig. Even kijken. Ik moet een... even een Word documentje pakken. Ja, maar dat vind ik dan raar. Want met de pommerge glitch... dan kan die wel helemaal naar home toe. Ja? Ja. Maar is hij dan niet Japans? Volgens mij niet. Want in ieder geval... Ik heb dan Pika Hex gebruikt om die ticket in mijn game te spannen. Dat ik gewoon naar dat eiland kon. Ja, ik ook. Alleen ik zit nu in Pika Hex en ik heb dan die Mew open. En daar staat... invalid non-Japanese Mew from Faraway Island. Unreleased event. Dus hoe dat dan weer zit, ja, geen idee. Even kijken, want
Wat is deze Pagan? Stats. 31 attack, 30 speed. Wat is deze? 31 attack, 31 speed, 30 defense. Oké, dus die moet ik sowieso pakken. En wat is dit? Revelio. Deze is slechter. Een Doduo. En een Ladybug. Die Ladybug is te vangen, toch? Nee, niet deze. Nee, zijn dit normale trainers? Ja, nee. Volgens mij was in Colosseum de Pokémon die ik kon vangen Ladian. Ja, was dat niet in Grand Colosseum? Ik dacht van misschien is het dan de Ladybug in... Alohomora. Kijk, Shadow Pokémon. Ja, niet alles was in die game aangepast. Oké, ik dacht omdat hij zei Ladybug, ik dacht man, dat is die Ladybug misschien wel. Nee, het had wel gekund. Kijk, nee, het is inderdaad Ladian. In The Under vind je hem. Dat duurt nog even. Ja, voor Paddy wel. Hij moet nog eerst door een salsa heen. Salsa! Dan die verschrikkelijke Hitmontop. De Entei, de Suicune. Nice to see you again. Nou, en de rest. Nice to see you as well. How can I help you? Dat, daar is hij nog wel even druk mee. Die Hitmontop is wel goed trouwens, ik zou hem wel van als ik jou was. De wat? Die Hitmontop is wel goed. Het ligt ook een beetje aan de stats. Als je een modest nature Hitmontop hebt, dan ja. Niet alles draait om stats. Jawel. Een hele hoop draait om stats. Stats is bullshit. Gadverdamme, zie ik daarna gewoon Dokapon Kingdom? Prachtig spel is dat. Oh, nee. Paddy, Rebellion. Luister naar mijn advies. Koop nooit Dokapon Kingdom. Ja, jawel, is leuk spel. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus... Doe het niet. Het is maar goed dat je er niet van weet. Oh, dit is een mooie female Pagan. Ik wil echt Dokapon Kingdom met Sander spelen. Ja, dat, dat mag best. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does ominous know about this? He helped. Ik heb alleen medelijden met Sander. Oh, die arme jongen. Nou ja, misschien dat hij het wel leuk vindt. Weet ik veel. What? Leave? Hoe vaak heb je het nu met Jordi en Harm gespeeld? Alleen die keer dat ik bij Jordi was. En daarna niet meer kunnen spelen nog. Solomon maar, kan je het online spelen? Ja, je kan het online spelen. Ah, oké. Sebastian. Oh nee, Skip Bloom. Wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. Kijk, deze is slecht. For what? I've learned more deze about the relic. I cross-reference Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. Deze is I believe the relic will only work inside the catacomb. Okay, die gaat ook even naar de so party. We have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, look. He's not an Aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Nog meer shadow rushes. Until we meet again, I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Niveau. Huts aan niveau. See you soon. Doe normaal één niveau. Ja, ja. Salsa. Heerlijk. Ik had vandaag ook weer een speedrun gekeken van een van Games Done Quick van Colosseum dit jaar.
Jee. Je krijgt en wel echt... Ze quick? Ja, ze deden hem heel quick. Behalve één van die guys. Of nou ja, de ander was een chick. Maar de guy die had een beetje pech. Oh. Dus dat was niet al te best. En het ding was, in zo'n marathonrun, als zij niet de manip hitten, dan gaan ze verder op backup cartridge of save file. Oh. Dus ja, en er is volgens mij in dat hele...